Falco van Hassel uit Wageningen staat op plek 12 van Partij voor de Dieren. Hij is 23 jaar en dus is het nog niet zo lang geleden dat hij op de middelbare school zat. Hij ging naar het Porta Mossana College in Maastricht en hij begon daar op het VWO, maar stroomde terug naar de HAVO zodat hij meer tijd had voor vrijwilligerswerk in het dierenasiel. Welkom in het stemlokaal in het techlab van het Nuborg College in Elburg. Met vandaag een cum laude geslaagde leerling van de HAVO. Dus het was vast fijn op de middelbare school. Ja, zeker. Ik heb daar een superleuke tijd gehad. En nou ja, mooi kunnen afronden. Nou, gaan we meteen naar de schoolvak toe. Economie. Ja, economie. We gaan het eigenlijk hebben over dieren. Maar dan toch vooral de veestapel waar geld verdiend mee moet worden. Ja. Partij voor de Dieren zegt 75% van die veestapel moet weg. Ja. Waarom? Nou, op dit moment worden 500 miljoen dieren per jaar gefokt, gebruikt en gedood in de Nederlandse veehouderij. En dat is niet houdbaar als we kijken naar de invloed op de natuur, de invloed op het klimaat en natuurlijk de invloed op de dieren. Dus daarom zeggen wij, krimp de veehouderij met 75% in op korte termijn. En dan kunnen we die andere problemen weer oplossen. Nou weten we dat een heel groot deel van het vlees dat we hier produceren en de zuivel naar het buitenland gaat. Ja. Zeggen jullie dan eigenlijk van nou eigenlijk het hele deel van de export, daar moeten we mee stoppen, we produceren alleen nog voor eigen gebruik? Dat lijkt me sowieso een mooie eerste stap. We zien nu dat Nederland... Maar daar wordt het geld mee verdiend voor Nederland, nou, met al die export. Dat is maar een heel klein onderdeel. Maar dan is nog steeds de vraag, willen wij geld verdienen terwijl we ondertussen met een stikstofprobleem zitten, met een mestprobleem, met een natuurcrisis, met een klimaatcrisis. En dan zegt de Partij voor de Dieren, laten we die export flink stoppen en laten we de veestapel inkrimpen, zodat we ook weer een leefbaar Nederland hebben. En hoe gaat die boer dat dan? Want ja, dat gaat hem heel veel geld kosten, hem of haar. Ja. Gaan jullie daar geld vrij voor maken? Absoluut. En nu worden de helft van alle Europese subsidies worden gebruikt voor de veehouderij. Dat gaat voornamelijk ook nog naar de grote stallen. Die subsidies kunnen heel goed gebruikt worden om boeren te helpen om te schakelen naar een systeem dat ook in de toekomst nog houdbaar is. Ja. Nou zegt u dus van veel minder dierlijke producten gaan eten. Maar we hebben ook een onderzoek van mevrouw de Boer van de Wageningen Universiteit. Hm. Die zegt, ja, eigenlijk als we helemaal niet meer geen dieren hebben. Ja. En alleen maar plantaarden gaan verbouwen, dan heb je niemand die reststroom op eet. Want als je aardappels, de schillen, kunnen varkens eten. Ja, als je graan hebt, heb je stro. Met gras kunnen wij niks, koeien wel. Ja. En dan maken koeien weer hoogwaardig product als zuivel. Ja. Werkt dat wel, het systeem van vlees de deur uit? Ja, zeker. En wat nu voornamelijk gebeurt, kijk, dat zijn leuke initiatieven, maar nu wordt voornamelijk soja vanuit het tropisch regenwoud naar Nederland, naar westerse landen geïmporteerd. Dat geven we hier aan de koeien en daar komt een heel klein beetje vlees, melk of zuivel uit. Dus dat is eigenlijk meer een voedselverspiller dan dat het ons voedsel opbrengt. Ja, maar en als je het hele systeem... zeggen, het is wel hoogwaardiger voedsel, omdat je er meer voedingsstoffen uit kunt halen dan uit een plant. Ja, maar je kan plantaardig, kan je ook prima, lekker en gezond eten. En dat is beter voor de dieren, dat is beter voor de natuur in Nederland en dat is veel beter voor het klimaat. Ja, goed. We gaan even verder over de dieren. Daarvoor gaan we naar het vak biologie. Ja, want veehouderij en de wolf, die twee onderwerpen liggen dicht bij elkaar. Zeker hier in Gelderland, want hier lopen minstens 7 roedels rond. Ellen van der Zweep uit Heteren is schapenhouder en zij heeft een vraag voor meneer Van Hassel. De schapen grazen in de weilanden van Ellen van der Zweep uit Heteren. Maar nog nooit waren dat er zo weinig. Oorzaak? De wolf. We kunnen onze dieren onvoldoende beschermen omdat we in wolvengebied zitten. Dus we hebben besloten een groot deel van de kudde te verkopen. Met pijn in het hart, want de schapen betekenen veel voor haar. In een half jaar maakte ze 4 aanvallen mee, ondanks de dure maatregelen die ze nam. Ze wordt er moedeloos van. We hebben netjes gedaan wat de overheid zei. Voor heel veel geld een duur hek gekocht, wat dus niet werkt. We zijn helaas niet bij machten om al onze weilanden ook af te zetten. Waar zijn we aan toe? Want zoals het nu gaat, gaat het niet meer. Mijn vraag aan de kandidaat Kamerleden is, wat is de status van de wolf in Nederland? Komt er beheer, ja of nee, en hoe ziet dat eruit? En mijn tweede vraag is, een concrete vraag, wanneer gaan jullie beslissen? Een datum. Ja, een datum. Over de wolf hebben hier een prachtig exemplaar staan. Wanneer komt er een datum waarin duidelijk wordt hoe we verder gaan met die wolf? Ja, allereerst, ik begrijp dat het verschrikkelijk afschuwelijk is voor een schapenhouder als je 's morgens naar buiten gaat en je ziet dat een paar van je schapen zijn doodgebeten door een wolf. Maar dat neemt niet weg dat de wolf een mooie aanvulling is voor de natuur in Nederland. En wat betreft het besluit, de Partij voor de Dieren vindt dat er geen besluit genomen hoeft te worden, want er ligt al een besluit. De wolf is beschermd en dat moet zo blijven. En ik ben zelf heel erg blij dat de wolf terug is in Nederland. Maar waarom dan? Ja, je ziet dat de wolf de rol van de toppredator inneemt en dat de wolf al in verschillende gebieden natuurlijker weet te maken, doordat
ze invloed hebben op de wilde dieren die daar leven. En het mooie is, Natuurmonumenten Zuidwest Veluwe die heeft nu al besloten om de jacht in hun gebied te stoppen. Omdat ze zien dat de wolf die rol overneemt. Wat nou als die wolf zich lekker voortplant? Gaat hij dat zelf regelen, dat evenwicht? Of moeten we dan toch op een gegeven moment ingrijpen en zeggen, net zoals bij die herten en die zwijnen, het wordt te veel, we moeten nu gaan afschieten? Nee, we hoeven zeker niet in te grijpen. Wolven zijn territoriale dieren. En je zult dus ook zien, als er meer wolven komen op een gegeven moment, dan is elk territorium verdeeld. En als er dan weer nieuwe wolven geboren worden, dan wordt of het territorium overgenomen door een nieuwe wolf. En dan verdwijnt dus die oude wolf, die krijgt dan geen voedsel meer. Of er is geen ruimte voor nieuwe, jonge wolven. Dus uiteindelijk zal die populatie zichzelf beheersen. Maar wat zegt u dan tegen schapenhouders zoals Ellen, die elke keer met dat drama zitten van doodgebeten schapen? En dat is natuurlijk verschrikkelijk voor zo'n schapenhouder. Er zijn gelukkig maatregelen mogelijk. Er zijn ook subsidies beschikbaar voor schapenhouders. En ik roep dan ook alle schapenhouders op. Maak daar vooral gebruik van. En inderdaad, denk aan die elektrische hekken. Nou ja, hier in dit geval heeft het niet gewerkt. Maar er zijn ook heel veel plekken waar dat gelukkig wel heel goed werkt. Ja, er zijn heel veel oplossingen mogelijk. Maar uiteindelijk moeten we leren samenleven met de wolf in ons land. Ja, met name dat samenleven, dat roept ook bij u thuis nog wel wat vragen op. En Rick, jij hebt een van die vragen. Inderdaad, dat is een vraag die regelmatig terugkomt. Een vraag van bange ouders. Zij zeggen, ik durf mijn kind niet meer door het bos te laten fietsen, want ik ben bang dat die wolf dat kind grijpt van de fiets. Wat zegt de Partij voor de Dieren tegen hen? Ja, wat zeggen jullie tegen ouders die bang zijn voor die wolf? Ja, daar hoef je echt niet bang voor te zijn. Er zijn nauwelijks gevallen bekend waarin überhaupt een incident heeft plaatsgevonden. Laat staan dat er echt een kind zou worden aangevallen. En laat je niet bang maken door sprookjesverhalen. Falco van Hassel van de Partij voor de Dieren. Dank u wel. Bedankt. U mag nog eventjes naar Rick lopen. Die staat daar klaar met het jaarboek. Ja. Ja, want we vragen aan iedereen van de klas van 23 om een belofte te uit te brengen aan Gelderland. Jazeker. Mijn belofte aan Gelderland is dat ik me vol ga inzetten voor een leefbaar en duurzaam Gelderland. Met ruimte voor dieren en de natuur. De belofte van Falco van Hassel van de Partij voor de Dieren, mocht hij in de Tweede Kamer gekozen worden. Wilt u nou weten wat andere Gelderse kandidaten op de kandidatenlijst van de politieke partijen beloven? Kijk dan even op onze site of overmorgen weer even naar TV Gelderland. Dan is hier Marjolein Faber van de PVV te gast in het stemlokaal.